Nou, daar kon ik om huilen. Ik krijg het dus net van de stagiair, Juliet. Wauw. Wat is het voor taart? Red velvet. Oh, lekker. Ik heb nog een cadeautje voor je meegenomen. Ja, dat is echt iets voor mij. Te gek. Ook een cadeautje van mij. Alvast. Voor je verjaardag. Heel erg tof. En ook gewoon dat YouTube erop staat. Dank u. Wauw, kijk eens hoe mooi die eruit ziet. Ik word morgen 43, hoe is dat? Als je in de 40 bent, niks maakt mij uit. 41, nee? Daarna is alles. Maar jij ziet niet op tegen 50? Echt niet? Nee man, Gijs Staverman. Het enige wat je hoeft te doen, is gewoon heel druk doen en heel dag je haar. Ja stop, weet je hoeveel geluidjes eronder moet zetten? Dat is heel veel werk. Hey Nathan, wat ga je doen dit weekend? Ik ga vanavond met een hele goede vriend van mij drinken. Eigenlijk, dat komt tot meer. Ik heb niks gehoord nog van je, maar dat komt tot meer. Uitdaging komt eruit. Oké, en verder? Ja, hou je van drank eigenlijk? Ja, heel erg. Ja? Spasten en drank is een heel goede combinatie, want je wordt er minder spastisch van. Je komt lekker los. Kratje bier en ik loop normaal. Wat ga jij doen in het weekend? Helemaal niks. Nee? Jawel, ja, we gaan... Ik weet het niet helemaal precies, maar dat vind ik juist wel fijn. Drink ook gewoon een krat bier leeg. Dat is voor iedereen fijn. Echt hoor. Ja, maar ik doe meestal gewoon een doos wijn. Daar voel ik me dan wat prettiger bij. Heb jij ook een goede dranktip? Zet hem even onderin in de comments. Daar, ja. Wat ga je vandaag doen aan het overlijden van Ewout van der Laan in je programma? Ik heb een gedicht gemaakt. Oké. Is hij al af? Hij is af. Ewout van der Laan. Veel te vroeg, veel te... Want hij was soms burgemeester van heel Nederland. Amsterdam moest lief zijn. Meer verdraagzaamheid, geen wrok. Dag lieve burgemeester. Mijn hart hangt halstok. En dat komt uit mijn hart. Want ik ben namelijk niet geboren, maar wel getogen Amsterdammer. En ik heb gekke dingen in die hoofdstad meegemaakt. Maar hij was de allerleukste. En ik zal nooit vergeten, toen werkte ik nog bij 58. En er was een ruzie op het Museumplein. Omdat we daar weer een grote teringbende hadden gemaakt. En dan moest iemand dat goed maken. En er was iemand van 58. Die had een grote mond gegeven. Toen moest ik met de directeur Jan Willem daar naartoe. En op een gegeven moment, wij praten met hem, toen legde hij, en ga ik nooit vergeten, zijn hand op mijn arm. En zei hij, wat fijn dat jullie bedrijf ook nog een lieve tak heeft. Nou, daar kon ik om huilen. Dat was dat mooi. Zo aan, mooie man. Hé hey Quintin, wat ga je doen dit weekend? Ik ga een IKEA-kast in elkaar zetten. Ook al. Het klinkt een beetje alsof je zegt, ik ga zonder parachute van een gebouw springen, maar... Het gaat mij ongetwijfeld lukken. Beetje achterwerk uit de kast, koortje. Allemaal foto's. 20 seconden nog. Het is van ons. Van heel veel mensen. Oké, huilen en dan zijn we klaar. Klaar voor? Ja? Het is halal. Oh! Ik moet je even filmen. Dit is echt gewoon te gek. Zo, heb je fatsoenlijke foto's? Ah, dit is echt het beste cadeau dat ik ooit heb gehad. Ik ben niet meer gewend. Voor weg doen? Zit er nee, maar niet uit. Hij zit niet voor de lens. Wat vind je voor? Oh, wil je nog een foto nemen? Of is het niet zo handig? Oh, volgens mij zit hij er net niet voor. Toch mijn vinger voor de lens, denk ik. Hi Martijn! Hallo Jeroen! Hey, wat wordt je eerste plaat vandaag? Mijn eerste plaat is die van Tears for Fears. Wauw! Selling the Seeds of Love. Dit wordt een iconische foto, let op hè. Spannend, nu is het nog wit, kijk. Ja? Nou ja zeg. Wauw! Zou die heel blijven onderweg? Tuurlijk. Niet zo hard door de bocht te scheuren. Oké, staat erin. Thanks. Het lijkt erop dat we op korte termijn een nieuw kabinet zullen hebben. Yo Martijn, ik zit jouw vlogs nu ook allemaal te binge-watchen. In mijn bed. Dan weet je dat. Joe.